Op de workshop irrigatie kijken we eigenlijk nu naar mechanisatie voor druppelslangen. Druppelslangen worden meer en meer gebruikt in de tuinbouw, omdat die meerdere voordelen hebben. Druppelslangen werken vooral heel zuinig. Dus dat is de meeste voor gebruikt, omdat die meer dan andere irrigatiesystemen efficiënt met water kan omgaan. Anderzijds ook voor kleinere tuinbouwbedrijven, maar ook sommige grotere, zijn druppelslangen interessant omdat we op lagere druk kunnen werken, dat we minder pompcapaciteit nodig hebben. Er zijn nog een aantal andere voordelen, onder andere ook dat druppelslangen ervoor zorgen dat het gewas bovengronds niet nat wordt en dat we dus bepaalde ziektes kunnen gaan vermijden. Nu, zeker in biolandbouw heeft het een aantal nadelen. Het voornaamste nadeel is dat de druppelslangen in de weg liggen voor onkruidbeheersing. Als we mechanisch willen gaan schoffelen of gaan wiet-eggen, dan liggen de druppelslangen in de weg, moeten we ze tijdelijk gaan verleggen. Ook zien we heel vaak schade. Dat kan zijn door wildschade, door vogels, maar ook bijvoorbeeld op pluktuinen, op zelfpluktuinen. Dat er door messen of zelfs op andere bedrijven, door messen, andere mechanische schade kan optreden. En daarmee is het eigenlijk interessant om daar ook iets tegen te gaan doen. En we hebben daar een aantal oplossingen voor gezien vandaag om druppelslangen ondergronds te gaan steken. Om ondergronds druppelslangen te gaan steken is niet zo moeilijk. We hebben daarvoor oprolsystemen waarbij dat we de haspel aan een plantmachine bijvoorbeeld kunnen hangen. En dan gaan ze via een PVC-buis in de grond geleid worden. En zo op een bepaalde diepte geïnstalleerd. Natuurlijk, eens dat ze in de grond zitten, is het belangrijk dat we ze ook kunnen terug uithalen. Dat kan handmatig. Vandaag gaan we ook een soort van prototype of een eerste testfase van een toestel hebben we gedemonstreerd om die mechanisch te kunnen oprollen. Dus dat is het toestel waarmee we de druppelslangen onder de grond gaan leggen. Het is een uitgebouwde versie, zodat we iets steviger kunnen werken, dat we ook dieper kunnen gaan. Hoe werkt hem? Bovenaan hangt een haspel. Belangrijk is om met stevige metalen schijven die eigenlijk vast te zetten. De meeste haspels of druppelslangen worden geleverd met kartonnen. En die gaan na voor tijd toch heel snel stuk. Dus het is goed om metalen stukken te hebben. Druppelslang gaan we eigenlijk in de PVC-slang brengen, in de PVC-buis. Die loopt er door en dan onder de grond krijgen we eerst met de kouter eigenlijk een voor die we maken. En op een bepaalde diepte die we zelf kunnen instellen, op deze plaats, kunnen we eigenlijk regelen hoe ver ze er hier uitkomen en worden die onder de grond gelegd. Wij kunnen met dit toestel werken met een 3 tot 5 haspels per werkbreedte. Dus afhankelijk van de teelt en de omstandigheden gaan we de diepte aanpassen, maar gaan we ook het aantal haspels per lopende meter of per bedbreedte aanpassen. Dus meestal werken we met 3 in veel teelten, maar we kunnen ook tot 5 gaan op grotere toestellen. Het toestel dat we vandaag laten zien, hebben we zelf ontwikkeld op het proefstation. Het is ook in een testfase, dus hebben we nu dit jaar de eerste test mee gedaan om druppelslangen eigenlijk op bepaalde diepte te gaan recupereren. Wij werken meestal op een diepte van 10 à 15 centimeter onder de meeste teelten. Als we dieper gaan is het moeilijk om ze te recupereren, ook met de hand, maar machinaal gaat dat even slecht voorlopig. De eerste tests zijn gebeurd op een diepte van een 2 à 5 centimeter, wel in lichtere grond, maar is heel goed gelukt om ze te recupereren. Vandaag liggen de druppelslangen op 5 à 6 centimeter hier en tijdens de demonstratie halen we ze dus opnieuw uit. Het toestel is hier wel hydraulisch aangestuurd, dus de druppelslangen of de haspels waar de druppelslangen opgerold worden gaan tijdens het rijden ook al draaien, zodoende de druppelslangen uit de grond te trekken. Idealiter rijden we ook met de tractor iets voor de druppelslangen uit, zodat de druppelslangen niet onderaan in het gestel van de tractor terechtkomen, maar dus een aantal meter achter de tractor uit de grond worden getrokken en dan opgerold op de haspels. Een ander probleem met druppelslangen is natuurlijk ook dat we veel afval hebben. Eens dat we de druppelslangen terug hebben opgeruimd, blijven we achter met een hoop afval. Om dat tegen te gaan, kunnen we gebruik maken van andere type slangen. De dikke, stijve druppelslangen.
Maar het is natuurlijk interessant om nog altijd die soepele te gebruiken in bepaalde teelten. Wat is er dan belangrijk om te kunnen gaan recupereren voor hergebruik van die druppelslangen? Zijn er twee dingen belangrijk. Ten eerste is dat type materiaal. Dus ook in de druppelslangen zelf hebben we verschillende soorten. Er zijn natuurlijk in de breedte van de slangen, in het aantal emitters, in de afgifte zijn verschillen, maar dat maakt niet uit voor hergebruik. Wat is er belangrijk voor hergebruik? Dat is de dikte van onze wand. Dus de meeste druppelslangen op de markt, op de standaard die verdeeld worden, hebben een dikte van ongeveer 8 mm wanddikte. Dat tegenwoordig redelijk vaak gebruikt wordt. Iets dunner is de 6 mm, wordt in sommige teelten zoals de aardbeien ook regelmatig gebruikt, maar is al fragieler. Als we richting hergebruik denken, is het interessant om nog dikker te gaan. Dus er zijn ook druppelslangen op de markt van 10 mm, van 12 mm, zelfs van 15 mm. We hebben daar ook testen mee gedaan. De slangen van 6 mm waren na een jaar helemaal niet meer bruikbaar door het aantal lekken in de slangen die niet meer te herstellen waren of die te veel werk nodig hadden om te herstellen. Die van 10 mm hebben we wel kunnen recupereren na bovengrondsgebruik weliswaar. En die hebben we dus een tweede jaar kunnen gebruiken. Dat was maar één lek op 200 meter, 200 lopende meter gemiddeld, wat dat voldoende is, wat dat eigenlijk niet te veel is om te kunnen gaan herstellen. Naast materiaalkeuze is het ook heel belangrijk om de handeling van de druppelslangen goed te doen. Dus bij druppelslangen is het belangrijk om ze niet gewoon op een hoop op te rollen, maar om ze deftig op haspels op te rollen. Kan ook weer handmatig, is ook weer interessant om te gaan mechaniseren. Daarvan heeft onze gastheer Bert ook een toestel laten zien die ze ontwikkeld hebben bij het project Boer Bricoleur. Het is eigenlijk een houder om een aantal haspels van de druppelslangen vast te houden. Die houder blijft staan vooraan de bedden. Naarmate de teelt ook weer kunnen we kiezen hoeveel slangen er opkomen. De slangen voor op te rollen komen onder toestel. Dus eens als alle drie de slangen onder toestel zitten, ik kan nu demonstreren met slechts één, kunnen we eigenlijk heel makkelijk, handmatig, slechts één persoon voor nodig, volledig de slangen afrollen over de hele bedbreedte, bedlengte. Als we dan zover zijn, de teelt is afgerond en we willen opnieuw de slangen oprollen, gaan we ze terug vastmaken aan die haspels vooraan het bed. Dan kunnen we weer makkelijk met één man automatisch alle slangen mooi gaan oprollen op de bedden. We kunnen dat ook zelfs doen als er water in zit, als de druppelslangen nog nat zijn. Is zelfs iets beter om het dan te doen, omdat de druppelslangen iets zwaarder zijn en ze hier onderaan beter aansluiten. En iets beter spannen, zodat ze beter opgerold worden op de haspels. Voor het afrollen van de druppelslangen merkte Bert dat de haspels uiteraard een beweging hebben eens dat we eraan getrokken hebben. Dus als we starten met oprollen, beginnen die zelf een snelheid te halen. Als we die snelheid niet kunnen volgen, gaan die druppelslangen eigenlijk veel sneller draaien dan we gaan afrollen. Daarom hebben ze ook een rem ontwikkeld. Een heel simpel systeem dat ze gewoon bovenaan kunnen zetten. Zo tussen de haspel. Die zorgt ervoor dat eigenlijk enkel de beweging die dat we er van in het begin opzetten, krijgen op de haspels. En eens dat we stoppen met trekken, dat de haspels ook volledig afgeremd worden en dat er geen overspinning gebeurt van de druppelslangen.